Hallo mensen, welkom in een nieuwe video van mij. Normaal zou ik in een andere setting zitten, want normaal zit ik in een game. Alleen vandaag doe ik even een vlog slash kanaal update. Want ik heb iets behoorlijk doms gedaan. Het was voor een goede reden. Uh, ik heb ook Windows opnieuw geïnstalleerd op mijn pc waarop ik game, mijn video's maak, mijn video's edit dus. En mijn video's online zet. Dat is helemaal goed, Windows Dat is helemaal prachtig geïnstalleerd. Uh, want ja, Chrome update is niet meer goed. Op, uh, mijn editing software deed het niet meer goed. Mijn opnamesoftware deed het niet meer goed. Dus ik moest gewoon iets doen. Uh, dus helemaal goed. Alles werkt nu helemaal prachtig. En ik heb ook heel veel gebackupt. Ik heb er gelukkig aan gedacht om al mijn presets en zo die ik dus had gemaakt. Zoals jullie zien altijd mijn outro. Um, dat, dat plaatje wat jullie altijd zien. Dat had ik helemaal alles daarvan heb ik gebackupt. Alleen de dingen die ik ben vergeten te backuppen. Zijn we safe games. Dus ik heb, ben al mijn safe games kwijt. En het maakt in principe niet zo heel veel uit, want ik kan alles gewoon weer opnieuw gaan spelen. Um, alleen als jullie nu dus games gaan zien. Ik ga niet meer verder op waar ik ben gebleven. Um, dat zal ik met de series zoals de campaign missies van Prison Architect, zal ik dat wel gaan doen. Ik ga niet al de eerste missies. Opnieuw spelen op camera. Ik ga ze natuurlijk zelf wel nog een keertje spelen. Maar dan ga ik pas weer opnemen en op YouTube zetten. Bij waar ik de vorige keer ben gestopt. Net is met Absolute Drift. Uh, Value Hearts. Al die games. Daar ga ik gewoon verder. Alleen ja, het is best. in the Hearts zal, is, maakt niet zo heel veel uit. Maar de games waarbij het uitmaakt. Qua de statistieken. Uh, dus exact hoeveel het kogels. Hoeveelheid geld. Dat soort dingen. Dat kan ik natuurlijk niet. Hermaken. Want dan zou ik exact alles hetzelfde moeten doen. Als ik de eerste keer dat ik het speelde ook heb gedaan. En dat kan gewoon niet. Eén ding wat ik ook jammer vind. Ik ben ook al mijn Minecraft worlds kwijt. Um, dus ik ga gewoon verder met Mega Blok. Alleen begin ik weer in een compleet lege wereld. En zien jullie dus vanaf nu niet meer. De, de, de mooie Mega Sommige zijn mooi, sommige zijn niet zo mooi. Die ik dus eerder had gebouwd. Ik begin nu in een compleet lege wereld. Opnieuw, ik ga verder, maar het is een soort van opnieuw, want je ziet niet meer de vorige voortgang. Uh, dat was eigenlijk een beetje wat ik wou vertellen. Ik heb ook een camera gekocht, daar zien jullie mij nu op. Daar zal ik later in de laatste die video dieper op ingaan. Um, en heb jij nou zoiets van: oh, deze game wil ik Frank heel graag zien spelen of. Um, je hebt een idee voor Minecraft, maar je weet niet hoe je het moet doen. Vraag het aan mij. Ik, ben, uh, ik zit elke dag in de comments te kijken als er comments zijn. Um, vraag aan mij vragen. En dan zal ik kijken of ik, of ik ze kan beantwoorden. Of in de comments zelf als het gewoon een vraag is van Frank hoe moet het. Of als het een groot onderwerp is. Of gewoon een leuk onderwerp. Zal ik er een video over maken. Maar goed. Ik zit nu alweer drie minuten te praten. Ik dacht, ik maak dit heel kort. Um, want dat is dus ook de reden waarom ik afgelopen woensdag. Um, geen video heb geüpload, want deze komt als het goed is op zondag uit. Maar afgelopen woensdag had ik geen video om deze reden. Um, ik moest namelijk alles opnieuw gaan spelen en daar ben ik gewoon even mee bezig. Dus sorry voor dat. Uh, ik hoop dat jullie het goed vinden. Maar ik bedank jullie nog wel heel erg voor het kijken van deze video. En hopelijk van alle volgende video's nu nog gaan komen. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!